En de bezoekers die struikelen bijna over elkaar om hier binnen te komen. Want de kelders hebben toch een bepaalde aantrekkingskracht op mensen. Hè? Toch een beetje dat geheime, dat verborgene. En vandaar dat ze hem nu ook zo authentiek mogelijk weer willen inrichten. En vanwege die populariteit wordt ook dit jaar de kelder van het Patriciershuis tijdens de Open Monumentendagen opengesteld voor publiek. En de kelder die gebruikten we eigenlijk nooit. En we vonden het leuk toen wij het museum 8 jaar geleden openden om ook de kelder erbij te gaan betrekken. Maar zoals jullie zien, dat poortje moet je toch wel een beetje lenig zijn om daar naar binnen te kunnen. Dus we hebben daar het afgelopen jaar heel veel verbouwd. En het is nog lang niet klaar. Maar omdat het komend weekend Monumentendag is, vonden we het leuk om de mensen alvast de kans te geven om even een kijkje te komen nemen. Dus als u me even wil volgen. Zo, zoals u ziet moet je nu toch wel redelijk halsbrekende toeren uithalen om de kelder te betreden. En straks zullen we zien dat we daar een andere oplossing voor hebben gevonden. Hier op de vloer, om daar maar eens mee te beginnen, hebben wij 17e-eeuwse plavuizen laten liggen. In plaats van de ijselstenen die er lagen, er is ook een beetje grond uitgegraven en een schelpenpakket aangelegd om optrekkend vocht te voorkomen. En daardoor hebben we ook ietsjes meer hoogte gewonnen, want ja, de mensen worden alsmaar langer tegenwoordig. En dit is overigens het laagste deel van de kelder. Dus als we straks wat verder naar achter lopen, dan zullen we zien dat we daar wat meer ruimte hebben. De kelder gaat na de verbouwing deel uitmaken van het museum, maar hiervoor moeten verschillende ruimtes grondig worden verbouwd. Het is de bedoeling dat hier een historische film zal worden vertoond. Als het even kan met de meest moderne multimediale middelen om ook wat jonger publiek aan te trekken. Dus we hebben eigenlijk de situatie van 50 jaar geleden weer teruggebracht. Waardoor we straks een nieuwe entree naar de kelder hebben vanuit het bestaande pand. Dus dan hoeven mensen niet meer door dat enge poortje te lopen. En dan kunnen ze zo hier de zomerkuiken in lopen met dat mooie uitzicht over het Drie Rivierenpunt. Hier is een heel smal voorraadkeldertje, dus pas op je hoofd, want het is echt laag. En hier stond natuurlijk allerlei potten en pannen en dekflessen en dat soort zaken. Nou, we hebben hele goede contacten met andere huismusea en kastelen in Nederland. Dus zodra dit een beetje af is, we denken over een maand of drie, dan gaan we een rondje langs de velden maken, zou ik bijna willen zeggen, om even wat oude potten en pannen op te halen. Want er zijn enorme overschotten, dus dat is relatief makkelijk om 17e-eeuwse materialen weer te krijgen. Zodat het hier ook echt een beetje bewoond uitziet. Het doel is om de kelder eind van dit jaar permanent in gebruik te nemen. Hiervoor is de ruimte alleen dit weekend nog geopend voor publiek tijdens de Open Monumentendagen.